Welkom bij Appartement TV. We zijn in Oostende en we hebben het hier over betonherstelling in een project samen met de federatie FEREP. En over betonherstelling en over de studie daar rond ga ik praten met Koen Gijsens van ABG Studiebureau. Koen, onze eerste vraag altijd, wie zijn jullie en wat doen jullie? We zijn een studiebureau, gevestigd in Kortrijk. En wij zijn eigenlijk uitsluitend bezig met heel veel innovaties, voornamelijk aan de kust. 80% van onze activiteiten zijn aan de kust. En wij zijn een zevental, achttal man sterk. Ja. En ikzelf ben al 22 jaar bezig, uitsluitend met heel veel innovaties aan de kust. Betonrenovaties in het binnenland ook uiteraard. Maar en je hebt mij gezegd, eigenlijk zouden studiebureaus en architecten, dat zouden eigenlijk de mensen moeten zijn die de efficiëntie van het gebouw bewaken en beheren, die op termijn veel geld kunnen verdienen. Het mag niet zo ver komen dat ze moeten bijgeroepen worden als het bijna te laat is. Ja, maar goed, wanneer is het te laat? Ik denk dat het, dat is een zeer goede vraag, dat ik zelf ook kunnen stellen. Je kunt zeggen, ja, het is te laat. Eerste alarmbel, er vallen stukken naar beneden, ja, dan is het, dus is het al helemaal te laat. Ja, ja. Ik denk als de syndicus, de beheerder van het gebouw, in eerste instantie de mensen moeten bewust maken van kijk, we hebben, als er een probleem is, ik heb iemand die kan helpen, een architect, een studiebureau die gespecialiseerd is in innovaties, die u kan helpen met uw project. Dat ik denk dat dat belangrijk is. Maar jullie zijn ook bewust die markt opgegaan. Je zegt we doen geen nieuwbouw, we doen geen stabiliteit. Renovatie is onze core business. Dat is toch wel heel belangrijk, dat specialiseren. Ja, dat is echt een specialistenwerk. Ja. De renovatie ook met de aannemers. Mm. Er zijn echt specialisten dat je nodig hebt. Er is een heel groot verschil met nieuwbouw. Er is een heel groot verschil met verbouwingswerken, traditionele verbouwingswerken. De problemen die we hebben aan de kust zijn echt detail, werken naar waterdichtheid, betonherstel. Dat is een heel andere sector waar dat je echt een specialist voor nodig hebt. Ja. Nu, jullie hebben die technische kennis, zowel van gebouwen als van technieken als van producten. Maar zeer opvallend is dat jij zegt eigenlijk een stuk van onze business en bijna core business is communicatie in VME's. Ja, VME is een raar beestje. En dat leer je niet op 1, 2, 3. Dat is door ervaring. Door die algemene vergadering bij te wonen, kan ik eigenlijk op voorhand al weten welke vragen de mensen gaan stellen. Als ik een presentatie geef, dan weet ik al op voorhand dat die vragen gaan komen. En als je daar kunt op antwoorden en de mensen kunt duidelijk maken van kijk, daar staat het op. De mensen niets wijs maken, zeggen waar het op staat. Ja. Ik denk dat dat de beste communicatie is. Zelfs met een aparte micro-website, waarbij dat op een paar pagina's waarschijnlijk mensen kunnen volgen de gang van zaken, het actieplan. Ja. Tijdens de renovatie zelf proberen we ook te communiceren met alle eigenaars. Nu, als studiebureau zijnde doen we dat niet. Dat is eigenlijk de taak van de syndicus. Maar we geven eigenlijk de syndicus een tool met een website. Een website met de naam van de residentie, waar de mensen, als zij dat willen, wet van de privacy, om, als zij dat willen, de informatie over de vooruitgang der werken kunnen volgen. Ja. Je hebt me ook gezegd in ons voorgesprek, vanaf 15 jaar pak weg, hè. Zouden we toch al moeten gaan kijken naar de conditie van het gebouw? Zoals een menselijk lichaam na 50 jaar pakweg, dat je zegt, oké, dan is het niet meer zo nieuw. Hè? Mm. Is het niet meer van laat maar bollen. We gaan een paar check-ups doen en misschien een paar ingrepen preventief. Maar preventief onderhoud is eigenlijk een andere deel van de renovatie. Je hebt preventief onderhoud en je hebt renovatie omdat het nodig is. Ja. Er zijn aan de kust een heleboel gebouwen die zo'n preventief onderhoud kunnen gebruiken, waar er vandaag op heden nog niets mis mee is. Ja. Enkel wat vervuiling en wat ontbrekende voegen. En als we nu al kunnen ingrijpen, kunnen we vandaag, op korte termijn, toekomstige betonschade vermijden en ook grote kosten vermijden. Ja. Nu, we zijn vandaag hier in Oostende, omdat we ervan uitgegaan zijn dat het klimaat in Oostende iets agressiever is, aan de kust in het algemeen, dan in het binnenland. Is dat ook zo? Jij bent specialist? Uiteraard. De eerste lijn noemen wij dat. Ja. Is een heel groot verschil. Want zelfs als je 500 meter verder in het binnenland gaat, tot zelfs een kilometer, is dag en nacht verschil. Ja. Dus die eerste lijn, dus de eerste gebouwenlijn naast op de zeedijk, en ook de zeestraten van die zeedijk, daar is de grootste invloed van het zeeklimaat te voelen. Mag ik het zo samenvatten, Koen, dat we zeggen als we het over appartementen hebben, en we hebben er steeds meer, dat we toch vanaf een aantal jaren oud moeten gaan kijken naar, hebben we het allemaal onder controle? Zijn er dingen die misschien voor
preventief onderhoud vatbaar zijn. Werken met specialisten natuurlijk. Uiteraard. Ja, dus voor jou een open deur in trappen. Uiteraard. Maar dan ook de aannemers correct opvolgen. Goede communicatie vooral, heel belangrijk. Hè. Staan we nu aan het begin van de aandachtsgolf rond beton? Of, Nee, ik denk dat het betonprobleem al langer gekend is. Ik denk dat het belangrijk is om de juiste stappen te nemen. Ja. Diagnose, uitvoering, opvolging en, als de innovatie afgerond is, ook een goede nazorg. Dat wordt meestal vergeten. Ik had het niet beter kunnen samenvatten. Maar het zal nog niet voor vandaag zijn dat het gedaan is met betonherstellingen. We gaan dat blijven volgen op onze website www.appartement.tv. En ik nodig jullie uit om dat ook te doen. Bedankt. Dank u.